was geen polka, het is een mooi volkslied dat van de Polen. Ik wou zeker niet oneerbiedig doen, maar een geintje. En je merkt hoe dicht Ostrava bij de Poolse grens is gelegen, want op de tribunes werd hier bijzonder flink meegezongen. En je ziet dat het publiek nogal wat is aangedikt. Ik denk nu toch een 2000 en een half, 3000 mensen in de zaal voor deze wedstrijd. En het kan een licht thuisvoordeel opleveren voor de Polen, die ja, toch wel virtueel uitgeschakeld zijn. Mooie wedstrijden al gespeeld, maar telkens net iets te kort. Dat was onder meer tegen Italië het geval. 3-0 verloren en toch goed meegespeeld. Polen verloren van Duitsland met 3-1. En ook nog een andere wedstrijd van Joegoslavië werd met 3-0 verloren. De Fransen daarentegen tegen Hongarije met 3-0 gewonnen. Duitsland geklopt met 1-3. En Joegoslavië, de eerste wedstrijd van het toernooi, was dat eigenlijk met 2-3 nipt verloren. Het was niet zo fameus wat we vorige keer van de Fransen hebben gezien. Die wedstrijd die dan toch wel werd gewonnen tegen Duitsland. Dus benieuwd wat het hier allemaal uitmaakt. Want Frankrijk kan, indien het wint van Polen, en dan liefst natuurlijk met zo'n groot mogelijk verschil, naast Italië komen. En kan dan morgen op de laatste speeldag in deze poelen eventueel voor een gigantische verrassing gaan zorgen door, als het dan wint, Italië meteen uit te schakelen. Maar dat is allemaal koffiedik kijken, want de Polen willen hier misschien wel de wedstrijd van hun leven spelen. En dan kan Italië meteen weer herademen. Afwachten wat het wordt, en we vermoeden dat we ook voor deze wedstrijd zo meteen 1 minuut stilte zullen krijgen. Gezien de gebeurtenissen van gisteren en tot er vandaag nog maar bijgerust in de Verenigde Staten. Frankrijk dat als laatste land er eigenlijk rechtstreeks bij was. We krijgen eerst nog de voorstelling van de Poolse spelers. Polen dat heeft zich moeten plaatsen via de kwalificatietoernooi. Het eerste deel werd in Polen gespeeld. Polen versloeg dan onder meer België met 3-0. Het tweede deel in Bulgarije. Polen en Bulgarije die de eerste twee plaatsen netjes onder zich verdeelden. Die elkaar goed in evenwicht. Polen won thuis van Bulgarije met 3-0. En Bulgarije won dan thuis weer van Polen met 3-2. En zo eindigden ze allebei met 11 punten. De klassieke starting line-up wordt toch gebruikt door Waldemar Laspagnali, de Poolse coach. En als je gaat kijken in de statistieken van de beste spelers, dan zie je toch niet echt mensen in de top ergens opduiken van beide landen. Bij de beste aanval zit wel de Pool, Swiderski. Sebastian Swiderski van Mozostal staat op de vierde plaats met bijna 54% succesvolle afwerking. En voor de rest moeten we dan ver gaan zoeken. Met Hubert Reynaud heeft Frankrijk wel een van de betere verdedigers. Staat op de derde plaats. En dan zijn we ongeveer rond. Diezelfde Reynaud nog op de vierde plaats voorlopig. Met iets meer dan 73%. Wat betreft de receptie. Dus een belangrijke speler in de verdediging kan het verschil gaan maken ook straks in deze wedstrijd. Hubert Reynaud, de man van Paris Volley. Maar, zoals we zien, start hij op de bank. Vreemde beslissing misschien van Philippe Blain om je beste verdediger niet meteen in te zetten. Ja, ik denk dat die minuut stilte nu komt. Ja. Ja.
De wereld is in rouw, het toernooi gaat gewoon door, maar we gaan ook voor deze wedstrijd even een minuut stilte in acht nemen om de slachtoffers te herdenken. Helemaal opnieuw opstarten. Welkom opnieuw in Ostrava in de Tsjechische Republiek bij het Europees kampioenschap volleybal voor heren. We zitten op de voorlaatste speeldag in poule 2 hier. Daarnet Joegoslavië 3-0 gewonnen van Italië. En nu is het dan de beurt aan Frankrijk tegen Polen. Frankrijk dat naast Italië kan komen bij een overwinning vandaag. En dan morgen eventueel die klus zou kunnen afmaken. Dan ja, stond de hele volleybalwereld dan wel op zijn kop. En het is een beetje merkwaardig. We hebben al gezien dat de beste verdediger van de Fransen op de bank zit. En Jan Postuma maakt er mij zo net attent op dat ook Jean Bertin, toch ook een van de basissers, er niet bij is. Dus ja, een beetje vreemd toch dat de Italianen de betere spelers op de bank laten. Dat was al een beetje verwonderlijk, maar heeft misschien nog een uitleg. Maar dan in deze wedstrijd die door Frankrijk dan toch absoluut moet gewonnen worden om kans te maken op een medaille. Dan begin je niet met je normale team. Nee, ja, je weet natuurlijk nooit wat er aan de hand is. Misschien spelen blessures wel een rol. Maar het is op zichzelf wel vreemd dat je nog wel kans hebt. En dan niet met je sterkste opstelling gaat spelen. Maar misschien is het wel de sterkste opstelling, we zullen zien. Dat was centimeters buiten, zo niet millimeters. En de vraag is ook of dat min of meer thuisvoordeel voor de Polen hier gaat spelen. Ja, net naast de lijn geslagen alweer. Granvorka. Frans Granvorka speelt in Italië bij Padova. Ook Dominique Daquin en Renaud RP zijn in de Italiaanse loondienst. Maar die zien we eigenlijk weinig op het terrein. En dan hebben we nog Fabrice Brie. Die zullen we zeker nog wel te zien krijgen vandaag. Komt uit voor Panathinaikos. En is dus een ploegmaat van David Mourek. Met het nummer 6 aan de overkant bij de Polen. Olivier Leca kregen we even in beeld en hier is dan Piotr Gruska, van wie ook al in de Italiaanse competitie uitkomt bij Cagliari. Ik weet niet of dat de ereklasse is of niet. Cagliari, ja, dat is... Cagliari, dankjewel, zo, ja, zo moet ik het eruit spreken. Nee, maar dat maakt niet uit, maar het is... Cagliari speelt aan. Heeft een tijdje, ja, dat is Sardinië, hè. Op het eiland. Dus ja, het is altijd een beetje heen en weer met Cagliari. Dan weer erin en dan weer eruit. Ja, dat precies. Ik weet niet of ze er nu bij zijn. Nee, niet, volgens mij wel. De Polen beginnen goed. Het lijkt net alsof de Fransen nog een beetje warm moeten worden. Met dit spel. Met, elke bal op punt, dan kom je zo een paar ballen achter en dan is het wat moeilijker goed te maken dan met het oude puntensysteem.
ploeg moet wat roderen. Dat is weer makkelijk in te tikken. Met die Reus in de ploeg, Martin Novak. Hier is hij, 2,15 meter. Gisteren hebben we nog een langere te zien gekregen bij de Russen, 2,17 meter. Bordjes opnieuw in evenwicht, 6-6. En nu we live bezig zijn, nog eens herhalen dat u ook met ons kan praten, ons vragen stellen, bemerkingen toesturen. Daarvoor gaat u naar www.eurosport.com. Aan de linkerkant van de pagina onder de rubriek Interactivity. Club Eurosport aantikken. Kom je in een nieuwe pagina. De derde rubriek gaat over volleybal. En dan kan je Send Your Message Here aandrukken. Intikken je boodschap of je commentaar, verzenden, dan krijgen wij het hier bij ons op het scherm. En dan kunnen we er even over hebben. We hebben nog een boodschap van gisteren. Ik ben Jean-Pierre Stalens, Jempi dus, vader van Chain en Kim. Ik hoop dat ik dat goed zeg, nu Nederlandse. Ik denk wel, want Jean-Pierre Stalens lijkt me een heel Vlaamse naam. Ja. Jan en Chain en Kim zijn nu blijkbaar Nederlands. Ja, dat kan gebeuren. Ik heb ook drie dochters gehad die lang in Nederland hebben gewoond, maar die zijn wel Belgisch gebleven. Ja. Prachtig voor jullie bijdrage aan deze mooie sport. Dat doet altijd plezier en deugd, Jempi. Komen dadelijk ook de dames aan bod, de TK in Bulgarije. Ja, ik vrees dat we al tevreden moeten zijn dat we deze dit toernooi liever, dit Europees kampioenschap bij de heren brengen. De dames zitten er nog niet echt in. Nog even doorgaan op de berichtjes. Nog steeds zitten we bij Jempi Stalens. Ondanks de gruwel in de VS blijven we toch kijken naar dit unieke aanbod van jullie. Gaan zo door. Groeten van Jempi. Wel, Jempi, je hebt de groeten van Jan en mezelf terug. Het is soms opbouwend van kritiek te krijgen, maar het is een leuke commentaar, een beetje bemoedigend. Dat is ook altijd mooi meegenomen. En ook de volgende dagen dus, niet te vergeten, blijven we het toernooi volgen. Morgen ook met een paar belangrijke wedstrijden. Dan vrijdag gaan we eens terugblikken op de meest interessante wedstrijden van deze kwalificatieronde. Eindronde weliswaar. En dan zaterdag en zondag zijn we er terug met halve finales en finale. Dus je mag ons verder berichtje sturen, nog eens herhalen, want het is niet altijd makkelijk om het meteen door te hebben als je van televisie naar ergens een andere kamer moet achter de computer. www.eurosport.com, linkerkant van de pagina onder de rubriek Interactivity Club Eurosport aandrukken. Nieuwe pagina, derde vakje, volleybal, send your message here. Aanklikken. Bericht intikken of vraag intikken en doorsturen, dan krijgen wij het bij ons op het scherm en dan behandelen we het zo meteen op de antenne. Fransen slaan buiten en de Polen weer op voorsprong, 9-8. En nu Novak opnieuw ingebracht, de lange man, centraal in het blok. Is het voor televisie een stuk interessanter geworden, de sport, sedert het nieuwe systeem, want meestal toch een stuk spannender nu. Ja, ja, het is inderdaad om naar te kijken, is het een andere sport geworden. En toch ben ik zelf heb het altijd in het oude puntentellingssysteem gespeeld, zeg maar. En dan is het toch wel heel erg wennen. Ik vond het oude systeem, wat ik zo net al zei, dan kun je soms heel lang nog met je surf terughalen.
een stand in stand houden. Hoe zeg je dat? Ja, het blijft heel lang soms 4-0 en dan kun je herstellen. En dan kun je in één keer 4-4 maken. En hier als je elke keer weer een fout maakt of zo, dan heb je meteen weer een punt tegen natuurlijk. Dat geldt voor de tegenstander ook. Maar om te kijken is het iets spannender geworden. Ja, gewoon omdat er telkens wordt gescoord. Want vroeger had je dikwijls aan het einde van de set, er kwam maar geen einde aan. Omdat er niet werd gescoord op die service. En nu komt er ook soms geen einde aan de set, maar er wordt wel telkens een punt gescoord. Wel eerder, inderdaad. Ik vond het persoonlijk het oude systeem leuker om te spelen. Maar goed. De bal moet op de grond bij de tegenstander. Daar gaat het nog steeds van. Het was een voetfout daar duidelijk van Luc Marquet. En de Fransen winnen de service terug. En het is wel bijzonder gelijk opgaande hier in deze eerste set. Hier is hij dan, Dominique Daquin. Weinig aan te beginnen. Ja, de paas was niet helemaal goed. Nog een beetje in de buurt van de 3 meter lijn. En dan toch eerst de tempo spelen. Dat is toch knap. De blokkeerder had er ook geen rekening meer mee gehouden. Als je 2 meter 15 bent, moet je die bal toch over het net krijgen. Ja. Wij zijn ook mensen, hè. Frankrijk is het vruchteloos zoeken naar enig volleybalpalmares. In Amsterdam in 85. Brons, dat haalden ze ook al een keer in 51 voor eigen publiek in Parijs. En dan in Gent in 87. Haalden ze wel een keer de finale, maar die verloren ze dan weer van de Sovjet-Unie. Dus nog geen grote toernooiwinsten voor de Fransen. Eno die even de rol van doelman speelt. Jean-Charles Monneret. Van Montpellier slaat buiten. En dan wordt het nu tijd om even te gaan luisteren wellicht naar Philippe Blain. Voor de positie passeur 1, voor le moment il a toujours utilisé Aspire en 2. Par contre, bah, vous allez, la prochaine fois, vous allez rester dans les positions normales. C'est toi qui vas prendre son numéro 13 et lui il va rester là-bas. Et on va voir s'il intervertit ses choix. D'accord ? Pense à être bien droit là-bas, là. Hein, sur le compte. C'est le compte, hein, on va faire la différence avec le compte, là. On arrive à sortir un compte ou deux, là. Hein, lui qui va bien, les ailiers, là, les deux autres, hein. On s'aligne sur le boulot de Luc, là, au bout. D'accord ? Allez. Nou, jammer genoeg weinig van begrepen, want ondertussen nogal wat gewoel in de zaal en ook net op dit punt veel instructies van de regie hier door onze hoofdtelefoon en dan mis je de commentaar natuurlijk. Ze blijven echt
tegen elkaar aan. Plakken de ploegen bijna om beurten. Scoren ze het puntje. De caveat blok buiten. Novak ontgoocheld. En het is weer gelijk. 16-16. Capé staat wel in de top 10 van de beste scorers op de 8e plaats. 44 punten. Het is echt ons de beurt. Onze vriend Piotr Gruszka. Het is me ontgaan, was het een voetfout? Ja, een voetfout, de achterspeler. Toch is het niet alleen inserveren, paas aanvallen, er wordt ook... Voor het punt wordt er gewerkt, wordt veel verdedigd. En dan weer terug aangevallen. Dat is op zichzelf is wel leuk om te kijken. Ja, dat is een ace. Ja, volgens mij. Ja. Gran Vorka. En nu we geen regieaanwijzingen krijgen, gaan we naar de Poolse coach luisteren. En daar kunnen we dan weer weinig mee doen. Zo bijzonder gelijk opgaande set in deze vooral voor Frankrijk belangrijke wedstrijd. Want die moet gewonnen worden om naast Italië te komen. Maar ook voor de Polen een halve thuiswedstrijd werd ik even belangrijk. En zeker zullen ze niet van het toernooi willen naar huis gaan zonder één enkele overwinning. Kleine voorsprong voor de Fransen. Beetje laat gereageerd. ...20-17... En dat zouden ze toch moeten kunnen vasthouden. Hij is los. Ja. 21-17. Ja. En dit mogen ze niet meer weggeven nu de Fransen. De Polen bleven dan op de huid zitten. Dat zie je ook vaak hè, met die sprongsurf. Als je dan één keer een ace hebt gescoord, dan zit je er helemaal in. En dan komt nummer 2 en dan komt soms nummer 3. Dan raak je helemaal in het ritme. En dan kun je risico nemen, want wat heb je dan te verliezen? Hè? Je probeert de tegenstander, dat is zo net even een wissel, even het spel wat onderbreken. Het was nog niet genoeg, nu een time-out. Eens kijken wat de sprongsurf nu oplevert. Moet hij er toch weer even in komen. Soms sta je wel met z'n vieren te stoppen. Als een serveerder gewoon heel hard serveert, dan kun je toch heel moeilijk die bal met z'n drieën pakken. Dan moet je het soms met z'n vieren doen. Bijna opnieuw succesvol.
leren kadreren daar bij de Tsjechische televisie. David Mourek. Ja, dat mooie kloofje wordt stilletjes aan gedicht opnieuw door de Polen. Dat is een belangrijk punt voor de Fransen. De Kerry er even uit gaat. Vincent Momier. En dat is een hele goede blokker. Deed er meteen zijn werk wat tot van hem werd verwacht, maar die bal belandde wel net buiten de lijnen. Momia blijft op het terrein. Fabrice Brie gaat wel naar de kant. Slecht moment. Novak 23-20. Kruska die weer even opbrengt voor de Polen. André Stel mag aan de serve, man die bij Ferrara speelt. Het goede blok en Polen staat bijna weer langs zij. 23-22. En hopelijk dat we nu wel ongestoord kunnen meeluisteren met Philippe Neu. Enchaînement selon soutien, hein? Soit même pas c'est fait, derrière on va aider, on est prêt. Allez. De regie was weer zo vriendelijk om ervoor te zorgen dat we er niets van hoorden. Ja. Wonderbaarlijk gered, maar hier zouden de Fransen toch van moeten gebruik maken en dat doen ze ook via het blok. Ga naar de eerste setbal in deze wedstrijd. Laurent Capé even naar de kant. En Luc Marquet, Luc Tienes. Oef. En de Fransen hebben voorlopig nog één setpunt te goed. 24-23. Swiderski. En het is zover. De eerste set is binnen voor de Fransen.
beetje moeizaam uiteindelijk. 25-23 na 23 minuten spelen. We gaan er even uit en zijn zo meteen weer bij u terug met set nummer 2. Onmogelijk 3000 kilometer af. Wat is te laat met Philippe Blain. Ja, Fransen, als we de stand bekijken, zouden inderdaad beter een 3-0 overwinning behalen wellicht. Even kijken hoe dat met de Italianen zit. Die staan nu op 9-4. Als de Fransen met 3-0 winnen, komen ze op 11-4. Dus dan hebben ze dat voordeel al. Maar dan moet er hoe dan ook morgen toch nog van Italië gewonnen worden. Om die halve finale te spelen tegen Joegoslavië. Want daar kunnen we nu wel van uitgaan dat Joegoslavië groepswinnaar is. In die andere poelen. Of Rusland liever. Kijk, het is natuurlijk dezelfde poelen als Joegoslavië en Italië, die wedstrijd die we er net hebben gezien. Dus in poelen 1 bedoelde ik wel degelijk Rusland, zal daar ongetwijfeld groepswinnaar worden. En Joegoslavië in deze poelen, dus als de Fransen toch nog zich op de tweede plaats weten te nestelen, komen ze dan tegen Rusland uit. En Italië of Frankrijk zouden we dan moeten gaan spelen tegen, nog even afwachten. Bulgarije, Tsjechië of, laat ons hopen, toch maar Nederland. Dat ze er niet zo goedkoop van afkomen. Nee. Polen op dreef. We hebben een nieuwe vraag gekregen van Erwin van Ooyen voor Jan. Wat zijn de beste aanvallers, verdedigers en blokkeerders van het toernooi tot nu toe? En op welke plaats in de top 10 staan de Nederlanders? Groet van Erwin. Dan moeten we gewoon de statistieken er even bij nemen. Beste aanvaller, daar hebben we het in de vorige wedstrijd al over gehad. Dat is Ivan Milkovic van de Joegoslaven. 58,26% succes. Ook de beste scorer trouwens met de 81 punten. Dan de wedstrijd van daarnet tegen Italië er wel nog niet bijgerekend. Maar daar heeft hij zijn aantal ongetwijfeld aangedikt. Blokkeerders, beste blokkeerders. Ja. Succesvol blok per set is de Duitser Bergman op de eerste plaats. En dan onze of jullie eigen Olsoorn staat op de tweede plaats met 0,82 als gemiddelde. En welke plaats in de top 10 staan in Nederlanders? Ja, dat hebben we niet allemaal echt bijgehouden. Richard Schouw stond op de vierde plaats bij de beste scorers. Olsoorn dus op de tweede plaats bij de beste blokkeerders. Beste verdediger van het toernooi voor de wedstrijd, dan wel tegen Bulgarije tot nog toe, was Nummerdor. Is wel een nummer 1 plaats daar.
Maar we hebben natuurlijk niet, we hebben hier en daar al wat genoteerd. We hebben niet alles netjes opgeschreven, maar je kan het allemaal nalezen op de officiële website van het toernooi. En dat geef ik dan even voor je door, Erwin. Dat is HTTP. En de rest weet je wel. Vervolgens volleybal met twee dubbele L'en. .aki.cz. Dus nog eens herhalen, http://. Volleybal met twee dubbele L'en. Punt, of dot. aki.cz voor Tsjechië. En dan kom je op de website van het toernooi terecht. En daar kan je onder best players al dit soort informatie bijzonder uitgebreid terugvinden. Dus ik hoop dat dat jou bevalt en voldoende is als antwoord. En zo niet, dan stuur je nog maar een berichtje, Erwin. Ook de andere mensen zijn welkom in Nederland en Vlaanderen. www.eurosport.com. Linkerkant van de pagina onder Interactivity Club Eurosport. Nieuwe pagina, derde blok, volleybal. Send your message here. Aanklikken, intikken, verzenden. Dan krijgen wij het op het scherm. En dan kunnen we even met jullie praten. Doen. Philippe Blain, die weinig mee te delen heeft, en donderwolken op het gezicht van Grand Vorcard. Luc Marquet, daarnaast zit er heel wat meer ontspannen bij. Dat is het symbool, de mascotte, het logo van dit toernooi hier in Tsjechië. Dat is trouwens de openingspagina van de website. Met zo'n time-out ook, dan zie je soms ook heel veel mensen toch even apart genomen worden. Zo van, dit is, ik moet jou even heel duidelijk maken dat je nu niet meer diagonaal gaat blokken of niet meer rechtdoor gaat blokken ofzo. En als je dat in de groep vertelt, dan heeft het vaak veel minder impact. Dus dan wordt zo iemand even apart van de groep gezet om dat te vertellen. Concentratie bij Stelmach. Trappunt, Luc Marquet. Ja, de sfeer in de zaal wordt iets bitsiger. Schitterende reactie van Olivier Leca. En de Fransen komen terug. Punt was voor Laurent Capet. Al een paar puike recepties van die Leca. Edme van de jongste, 34 al, de speler van Tours. En de Fransen niet op gelijke hoogte. Via het blok. Ja.
San Momia. Surf was beter dan de receptie. Wel moeilijk te pakken bal natuurlijk, Jan. Ja. Ik zie toch dat de ploegen toch wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn. En aan beide kanten zie je dat er regelmatig eens een foutje wordt gemaakt. En toch ook wel hele mooie dingen met verdedigen en zo. En dat maakt deze wedstrijd toch ook wel weer wat interessanter dan wat we voorafgaand hebben gezien in dit toernooi. Ik dacht dat die bal was buitengeslagen, maar blijkbaar toch een touché. Veel actie op de 3 meter lijn aan beide kanten van het net. Soms bekijk je de statistieken van de voorafgaande wedstrijden. Of van je tegenstander en van jezelf natuurlijk. En dan komt er soms uit naar voren dat je bijvoorbeeld op bepaalde posities een hele grote scoringskans hebt. En dan probeer je dat te bewerkstelligen natuurlijk. Maar ja, dan moet ook alles heen. Dan moet de paas ook meewerken. Het is niet zo dat in deze wedstrijd de paas altijd even precies is. Net zoals deze. Dus dan kan je eigenlijk al niet meer doen wat je tactisch gezien in je hoofd had. Het was een beetje hopeloos wat Daken daar deed. Tegenover Novak. 18 centimeter verschil. Plaatsbal Laurent Capet. Door de armen van Olivier Le Carre geslagen. Ondertussen nieuw punt gemaakt tijdens de herhaling. En weer zijn de Polen succesvol die nu dan toch een kloofje slaan. Marquet altijd goed gezind. Ja, mooi punt van de Polen. Bijna onmogelijke bal nog binnengehouden. En dan prima door het blok. Diagonaal geslagen en 14-16 nu. Ja, en dan eindelijk toch wat sfeer in de zaal. Dat is weer iets anders op dit toernooi. We hebben bijna moeten wensen dat de Polen verder gingen. Misschien moet dat ook groeien, de sfeer in de zaal. Ik bedoel, het blijft een toernooi, het is niet een wedstrijd op zich staan. En je ziet het wel meer inderdaad, dat zo'n toernooi ook, de eerste wedstrijden zijn wat minder van belang. Zelfs alle pers is er niet altijd meteen vanaf de eerste wedstrijd, de schrijvende pers. Dat,
soms wil dat wel eens, als het interessant wordt, dan schrijven ze ook de mooie stukken in de krant. We zullen morgen zien wat het geeft, want als ik me niet vergis krijgen we morgen een samenvatting van Italië-Frankrijk. En dan vervolgens de wedstrijd tussen Tsjechië en Rusland. En dan voor het thuispubliek zal de zaal dan misschien toch wel eens een keer zo goed als vol lopen. Het is inderdaad, wordt mij nu bevestigd hier ook door Jan, die inmiddels een berichtje had binnengekregen om 6 uur morgenavond. Italië-Frankrijk, gevolgd door gastland Tsjechië tegen Rusland. En dat dan vanaf 7:30 morgenavond. Fransen krijgen dat 2-puntenkloofje niet dicht, worden er nu zelfs 3. De achtereenvolgende servefouten van Luc Marquet. Zich niet verrassen, Stanchelski, door de schijnbeweging van de Fransen. En nu 4 punten verschil en een kans voor de Polen om zo meteen op gelijke hoogte te komen. Ja, ontevredenheid binnen de Franse ploeg. De coach die eigenlijk eerst het woord aan de spelers liet, die zei van, zeggen jullie het nu maar. Leca die zat te kanken en de coach zei van, zeg jij dan maar hoe het verder moet. En ook Momia, die kreeg nog een tikje mee, dan wel vriendschappelijk bedoeld. Concentreren op jullie eigen spel, zegt Philippe Blain. Niet aan de overkant van het net, niet in... niks van aantrekken wat er in de zaal omgaat. Maar blijkbaar hebben de Fransen het er toch even moeilijk mee. 5 punten verschil nu. 20-15 en de set half binnen voor de Polen. Grand Vorka tegen het dak aan. 6 punten verschil. Fransen die zich straks zullen moeten herpakken. Ja, de kopjes gaan wat naar beneden inderdaad. Dus even zo'n fase in een wedstrijd. Dat zul je altijd zien natuurlijk. Het zijn met golven. Met pieken en dalen ga je zo'n wedstrijd doorlopen. En de Polen die hebben de schwung te pakken en die pikken alles mee wat ze pakken kunnen. Eerste keer dat we hem op het terrein zien. Renault RP, speler nogthans in de Italiaanse competitie ook. En meteen een goed debuut hier in de wedstrijd. Tip over lukt. Nu tip over. Het was meer een duwbal naast het blok. En heel even rust voor de Fransen, maar dat duurt niet lang. Of er was een fout blijkbaar. Bal aan de verkeerde kant van de antenne geslagen, ik heb het niet gemerkt. Nee. En nu de Poolse coach die even rust wil brengen. De berichtjes blijven maar binnenkomen. Michiel van den Oever. En die heeft een vraag voor jou, Jan. Hoe komt het dat er zo weinig combinaties gespeeld worden? Ik zie ze eigenlijk alleen maar een recht toe recht aan spelletje spelen. Geen golfjes, staffeltjes of wat dan ook. Vanwege Michiel van den Oever. Ja. Kijk, het is vroeger was het ook recht toe recht aan. Alleen hoge ballen. Dus had het ook wat meer met zuiverheid te maken. Daarna kwamen de combinaties. De Polen zelf kwamen met de staffel op de proppen. En daarmee hebben ze heel veel furoren gemaakt. Daarna was het zo'n periode
Ja, het lijkt wel een modetrend eigenlijk dat er allemaal staffertjes en stotters en allemaal combinaties werden gemaakt en verzonnen. Daarna kwam de achter de 3 meterlijn, de achterspelers werden in de aanval betrokken. Dus had je niet meer 3 aanvallers voor het net, maar ook nog 2 zeg maar achter de 3 meterlijn. Ja, en elke keer dan bij elke nieuwe nieuwigheid gaat een tegenstander zich daar weer op inspelen. En dan is dat, dan moet je weer wat nieuws verzinnen. Op dit moment, het komt ook door de puntentelling hoor, door het spel is veranderd natuurlijk. Veel nadruk op de serve. En met name ook qua aanvallen dan op snelheid. Dus je ziet heel veel snelle ballen naar buiten. Guido Geurts bij het Nederlands team is daar een heel goed voorbeeld van. Die moet ze echt snel op snelheid hebben. Ja, en de zuiverheid, daarmee proberen ze eigenlijk dus het blok uit elkaar te trekken. Dus van antenne naar antenne spelen, dus de blokkering aan de andere kant, zeg maar. Het hele veld, over het hele veld, over de hele breedte van het veld bezighouden. En daartussenin heb je dus de mogelijkheid ook nog om achter de 3 meterlijn die aanvallers uit te zoeken. Even meekijken, want we krijgen nu een setpunt voor de Polen. Het is heel snel gegaan. Philippe Blain, die zich bijzonder boos maakt, die zegt van hoe zit het? Wil jullie naar de kleedkamer? Hebben jullie er geen zin meer in? Ik heb jullie nog nooit zo zien spelen en dat mag ook nooit nog opnieuw gebeuren. Dus laat nog iets zien voor het einde van de set hier. Die ze dan toch wel met grote zekerheid gaan verliezen. Dat gebeurt hier ook. Zonder al te veel tegenstand inderdaad zich naar de slagbank laten leiden. En Polen pakt dus de tweede set met 25-17. Toch vrij zware cijfers na 20 minuten spel. En de bordjes in evenwicht 1 tegen 1. We gaan er zoals altijd even uit na de set. En zijn zo dadelijk weer bij u terug met set 3. Polen, wat zou Philippe Blain nu gezegd hebben na die toch wel een merkwaardige tweede set? Ja, misschien heeft hij de verantwoordelijkheid bij de ploeg neergelegd. Niet zo van bekijk het maar of zo, maar van nou, als jullie moeten het zelf ook maar weer meer opknappen. Het lijkt nergens op wat jullie hebben laten zien. Misschien een beetje in die trant. Het moet toch in het veld gebeuren en als coach weet je ook wel van ja, daarmee steun je ze niet. Maar je probeert toch een ommekeer in de kopjes te bewerkstelligen. Dat heeft natuurlijk alles met instelling te maken en concentratie. En ja, je moet het gewoon weer te pakken krijgen. En het kan wel. En je kan soms met 2-0 dik achterstaan en toch nog de wedstrijd winnen. Ja, Polen zit wel in de winning mood, moet ik zeggen. Zoals het er nu naar uitziet. We gaan door op een elan. Het haalt de glimlach, de onverbindelijke glimlach, niet van het gezicht van Marquet. Hopelijk is dat in de gewone omgang dan ook zo'n leuke jongen. Ja. Die ken hem niet. Ik kan het alleen maar hopen voor zijn vrouw. Of zijn vriend, je weet nooit tegenwoordig. Nee. Les explications de Dominique Daquin. Bij 4-4 mag hij gaan serveren. Spijkerhard. ...2,15 meter Novak. De voorbije serves bijna telkens in het net. Doet hij het nu beter? Maar net. Lomia. Met de smash. En die Marquet, dat blijft ongelooflijk. Die lijkt te genieten van iedere seconde dat hij binnen de lijnen staat. Lekka. Ja, is dat natuurlijk ook een goeie. Je moet wel
genieten. Het moet niet een plichtmatig iets worden, want dan wordt het werk. En dan zijn de prestaties zonder emoties en dan win je dus eigenlijk nooit. Dus je moet er inderdaad wel plezier in houden. Spectaculair, de 7 dan nog bij de Fransen. En dan die bal die blijkbaar toch niet zo goed liep. Ja, Papke had er gewoon moeten afblijven. Ik denk dat hij met dat effect naast de lijn was beland. Beetje meeval hier. En de Fransen nu 2 punten los. Fransen die zich na de 17-25, u ziet het daar op het bord, voorlopig goed herpakt hebben. 8-5 bij het begin van die derde set. Surtout quand il y a double contrôle pendant les difficultés, paf, vous amusez avec eux et ça fonctionne. Hein? Et il faut plus jamais sur ce putain de terrain que je vois l'équipe qui doute. On peut avoir des moments de difficulté, mais on ne doute pas. On sait qu'on est capable de faire ce qu'on fait maintenant. Faites-le. Olivier, il faut fermer cette putain de ligne sur le 6 là-bas, complètement. Bon, il essaie, hein? Il essaie. Ja, het woordgebruik van Philippe Blain blijkbaar toch om zijn jongens op te peppen. Het gaat over het kutterrein en de klotenlijn. En voor de rest zegt hij vooral, jullie moeten jullie eigen spel spelen. Jullie weten dat jullie het kunnen. En ik wil jullie niet meer zien twijfelen. Speel gewoon jullie spel. Stuur ze alle kanten op. Jullie hebben dat goed gedaan. Als er dus een dubbel blok staat, dan gaat de bal de andere kant op. Blijf dat zo spelen. Maak ze wanhopig. Dat zijn de richtlijnen van Philippe Blain. We geven het niet op. Dat valt mee, want dat vertrouwen leek daar toch weer eventjes weg bij de Fransen. Puike service van Luc Marquet. Mr. Big Smile. Een behoorlijk kort toernooi, Jan Postume, een tiental dagen, maar er worden wel heel veel wedstrijden op korte periode gespeeld, bijna elke dag. En wordt het dan ook niet moeilijk om iedere dag weer even geconcentreerd het terrein op te komen? Ja, nou dat is ook, ik denk dat dat op zichzelf niet het probleem is hoor, de geconcentreerdheid, dat weet je eigenlijk van tevoren. Het is wel zo van dat je soms heb je nou een pittige wedstrijd
En dat hoeft niet altijd een 5 set te zijn, maar het kan ook best wel 3 of 4 set zijn soms. Dat je toch behoorlijk veel van je energie heeft gegeven. Dat kan geestelijk en dat kan lichamelijk zijn. Dat je het gewoon lekker vindt om even een dagje vrij, even lekker te trainen. En even je kop even, niet bij het volleybal bijvoorbeeld, maar even bij het herstellen van je lichaam. En ja, ieder team heeft ook een fysiotherapeut bij zich. En als je dan met z'n allen behandeld moet worden, de kleine pijntjes, de grote pijntjes, dan heeft hij gewoon een hele grote taak daaraan. Als dat even in een paar uurtjes moet gebeuren. Soms speel je een avond om 1 uur of 7 en dan moet je de volgende dag alweer om 2 uur bijvoorbeeld op het toneel verschijnen. Ja, dan heb je een paar uurtjes herstel. En dat is het nadeel. De concentratie geloof ik niet dat een probleem is. En terwijl we hier inmiddels gezellig zitten te keuvelen, hebben we een paar bijzonder mooie punten gezien van de Polen, die dus weer bij de Fransen staan. 11-11 is nu de stand in set 3. Ja, de Poolse coach, daar hebben wij dan weer niet zoveel aan. Dan nog maar de volgende vraag, Jan, want we hebben nu even over de spelers gehad. Het is geen kwestie van energie dan, maar misschien wel van concentratie bij de scheidsrechters, want die moeten er tenslotte ook weer elke dag staan. Ja, ja, dat is op zichzelf natuurlijk. Ik denk dat ook altijd wel, een speler kan fouten maken en je kan... Maar zo kan een scheidsrechter ook fouten maken en dat heeft natuurlijk ook heel veel met concentratie te maken. Zo'n scheidsrechter die moet ontzettend scherp zijn en daar kan heel veel van afhangen. Niet zozeer op een 1-0 stand of zo, of een 2-0 of weet ik het wat. Maar dat, met name als we boven de 20 komen, ja, dan tellen de fouten van een speler zwaar. Maar de fouten van een scheidsrechter ook. Die kunnen soms het verschil maken. Dus dat is inderdaad ook heel belangrijk. Mooi punt van Luc Marquet, punt dat de Fransen hard nodig hadden. Ja, een ace. Foutief beoordeeld door de Polen. Met name Marcin Novak. Die met zijn 2,15 meter helemaal door de knieën ging. Maar die bal viel achter hem nog net binnen de lijn. Vous allez changer tous les deux au dernier moment. Je vais aller contrer en deux. Ok. Vous le faites à la dernière minute. Je ne le montrerai pas, hein. D'accord. Ok. Les gars vont faire le reste. D'accord. Bon bah Lucky, je mets en 6 alors. Je mets en 5. Durek, le 6. Ah, tu fermes la ligne. D'accord. Prends ce que tu veux, moi je vais te défendre sur la ligne. Tu fais ce que tu veux. Tu sur la ligne. S'il y a des passes sur contre-attaque, France, ou tu cours arrière ou 3. Utilise le... Allerlei technische raadgevingen. Wie via het oog moet houden aan de overkant. Er wordt ook gevraagd om meer onverwacht te switchen. Slecht begin na die time-out. Fransen nog 1 puntje voor. Moeten ze echt wel op het randje zijn geweest. We krijgen voorlopig geen nieuwe vraagjes binnen. We hadden er 2 uit Vlaanderen en 2 uit Nederland. Dus wie wint vandaag? 2-2 pro. Genoten van de lengte. Toch vind ik hem nog wel aardig goed bewegen hoor, met zijn 2,15 meter.
ging in set 2 ook bijzonder gelijk op tot 17-17. En dan liepen de Polen zo weg. Dominik Becker. Novak probeert het nu met een tip over. Drie punten los. En dus wil meneer Valdemar van Spanjaal even ingrijpen. Hij heeft weinig te melden, gewoon even rust brengen wellicht. Op dit toernooi dat het er eigenlijk allemaal bijzonder ontspannen aan toe gaat. Je ziet weinig coaches die boos worden, die beginnen te schreeuwen. Ja, het is... Het is ook wel de persoonlijkheid van een coach. We zien toch weer een aantal nieuwe coaches natuurlijk. En ja, het is... Soms werkt het en soms werkt het niet. Ik bedoel, wat Plain, de coach van Frankrijk, in de vorige set deed. Het was gewoon van zoek het nou zelf maar uit. En een beetje die jongens choqueren, zeg maar. Soms is het toneelspel, soms is het echt. Ik bedoel, je mag ook best wel je emoties tonen. Maar... ik kan me niet voorstellen dat je dat je zoiets doet om je ploeg te laten stikken. Je doet het alleen maar om ze beter te maken. Om een kentering in de wedstrijd te forceren. Op zo'n dood moment. En ja, soms dan heeft een coach niks met emoties of met kwaad worden. Iets anders wat mij opvalt binnen het volleybal, als je dat vergelijkt met gewoon de meeste andere sporten, is dat hier heel weinig wordt ruzie gemaakt met de scheidsrechter. Dat er weinig wordt geprotesteerd. Ja. Er zijn weinig hoogoplopende discussies. Zijn volleybalspelers en speelsters dan allemaal zo gentlemen en gentlewomen? Ach, als ik naar het voetballen zit te kijken, dan zie ik ze ook altijd... ageren naar de scheidsrechter en dan denk ik jongens, en je krijgt toch iets in niet, want een scheidsrechterlijke beslissing die wordt bijna nooit ongedaan gemaakt. Ik bedoel, ja, een scheidsrechter kan ook fouten maken, dan moet je dan maar bij neerleggen. En soms lopen de emoties op. Ik ben ook wel eens op die stoel gesprongen met het idee van nou, ik haal je er vanaf. En natuurlijk ga je dan net iets te ver, maar ik bedoel, emoties moet kunnen. En met emoties wordt het spel gespeeld. Dit is ook zo'n twijfelgeval, ja. Bal heeft 30 rond geraakt, ja. Volgens de scheids. En zegt er meteen bij dat ze zich rustig moeten houden. Ja, en ze zijn dan ook rustig. Ja, dan is er ook niks aan te doen. Het heeft ook wel met discipline te maken, ik weet het niet. Het is inmiddels wel zo dat Frankrijk nu toch een belangrijke kloof daar heeft geslagen. Het zit er bijna aan de 20. Goed, doe dat meegeteld 19-15. Die was goed, ja. Ja, is goed. En hier ook. Dus dat is een van die voorbeelden waarin de scheidsrechter dan toch in de fout gaat. Ja. Maar dat zeg ik, als je dat van elkaar accepteert, een scheidsrechter van een speler en een speler van een scheidsrechter, dan natuurlijk spelen emoties dan wel een rol. Maar dat kan nooit langer dan 2-3 seconden duren, dan is het sloes. Het is de tweede scheidsrechter die het eerst had gesignaleerd. Ja, dat is ook zo. Wordt een moeilijke klus nu voor de Polen. Kon niet helemaal goed doorkomen, maar dan lossen ze het zo op. '20-17.
wijziging in de Franse ploeg. Stanchelevski. Wissel bij de Fransen. Die hadden we nog niet gezien vandaag, Philippe Berka. Knap van Dakin. ...22-18, de beste kansen voor de Fransen. Quand tu vas en 6, donc le milieu du contre, t'es sûr que tu veux pas aller en 6 pour faire les deux milieux, ils prennent ligne et ligne, hein, tu fais les deux milieux de contre, 25. Belangrijke taak in de verdediging. Twee middenmannen, allebei voor Renault, maar dat is dan ook de beste Franse verdediger. Moet de ogen dus goed open hebben zo meteen. Ja, nog binnengehaald. Ja, dat was. Renault neemt de ballen van de zijkant nu ook nog mee. Een touché, blijkbaar wel. En nu is de set zo goed als binnen voor de Fransen. Moesten zich ook herpakken na die toch wel zware 25-17. Die ze gepakt hebben in de tweede set. Eerste setbal bij 24-18. Ja, dat hij nog moet over het net koppen nu. Dat is helemaal spectaculair geweest. Ja. Het is een hopeloze situatie, maar... Even uitstel van executie nog voor de Polen. 24-19. Bal op het oog gekregen blijkbaar. Luc Laurent Capet. Krapke die de spieren opspant. Het is binnen. Jawel, bal aangeraakt. Zeker van... Afgelopen en de Fransen weer aan de leiding. 25-19. En dan zouden ze, Jan Postuma in het vooruitzicht van die zware wedstrijd tegen morgen, de klus dan toch moeten gaan afmaken nu. De Fransen kunnen maar beter met 3-1 gaan winnen. De wedstrijd nu niet te veel meer rekken, want morgen volgt die zware wedstrijd tegen Italië. Waarin dat eventuele mirakel kan voltrokken worden, maar dan spelen ze natuurlijk wellicht best geen vijfzetter vandaag. Nee, ja, als je het voor het uitkiezen hebt, dan doe je het zo inderdaad. Maar wat ik zei erin, in het begin van deze set vond ik de Polen wel een beetje in de winning mood. Toch hebben die mooie techniek ook. Toch hebben die Polen, die Fransen het goed opgepakt en je ziet ze heel fel naar de bal gaan, zowel met blokkering als met verdediging.
Ja, en dat levert de nodige puntjes gewoon op. Het is niet een hoogstaand volleybal in de zin dat alles precies goed gaat, maar dat telt niet. Het gaat om de punten, het gaat om de winst. En ja, voor hetzelfde als deze set, als de Fransen deze set die emotionele gevoelens een beetje door kunnen zetten, wie weet kunnen ze morgen nog iets moois neerzetten. Bien précis sur ce qu'on fait. On se rappelle le numéro 13, s'il joue une balle autre, va taper. Hein, on va les faire complètement. Je vais vous faire trop tôt. Toch ook even bewondering van Philippe Blain voor de prestatie daarnet van Sebastian Swiderski. Hij zegt, daar kunnen we even voor applaudisseren, maar zo speelt hij geen tweede bal. Ze weten wellicht niet dat die Sebastian Swiderski een neef is van Gregor Lato. Van moederszijde wellicht, want anders was hij ook kaal geweest. Dus hij kan dat nog wel eens opnieuw. Ondertussen eens kijken of nu we toch een rustig moment hebben, nieuwe berichtjes hebben. Voorlopig niet. www.eurosport.com, linkerkant, rubriek Interactivity. Daaronder Club Eurosport aandrukken. Bij de nieuwe pagina, derde blokje, gaat over volleybal. En daar Send Your Message Now indrukken, tekst intikken, verzenden. Dan krijgen wij die op het scherm en dan kunnen we even met jullie praten. Onrechtstreeks dan toch. Dus vragen zijn altijd welkom via www.eurosport.com. We maken ons op voor set 4. Eerste set door de Frans gewonnen 25-23. De tweede zwaar verloren 17-25. En de zaken weer rechtgezet in de derde set met 25-19. Jaroslav Stanchelevski kijken we naar. 27 jaar, speelt voor Tjarni. Vier spelers van het twaalftal van de Polen in buitenlandse dienst. Stelmach bij Ferrara, Gruska bij Cagliari. Zabumni, die hebben we nog niet aan het werk gezien vandaag, dacht ik, bij Padua. En David Murek bij Panathinaikos. Ook vier Fransen in buitenlandse dienst. Fabrice Brie, eveneens bij Panathinaikos. Frans Granvorka, dat is dan weer een collega van die Pavel Zagomny bij Padua. En dan twee spelers, Daquin en RP, komen allebei uit voor Latina. Luc Marquet probeert even wat te beïnvloeden aan de overkant van het net, maar ik weet niet of die Polen veel Frans begrijpen. Momia. Het is maar heel even op het terrein geweest, Christoph Wojcik. Man die wellicht nog voor de sfeer en de routine en het vertrouwen bij de ploeg is, want al 40 jaar. Dus jij zou eigenlijk ook nog 2 jaar kunnen spelen dan, Jan? Ja hoor, ik kan rustig nog een paar jaar mee. Ja, sommige. Ik heb inderdaad in Italië met Pupo dell'Olio gespeeld. Dat was een legendarische spelverdeler die op zijn 16e in de A1 is begonnen. En op zijn 40ste nog in de A1 speelde, zeg maar. Dat is, heeft ook wel in het nationaal team gespeeld. Maar die was gewoon legendarisch. Zijn lichaam was gewoon onverwoestbaar. En dat moet wel. Ja, dat moet wel inderdaad, ja. Of hij heeft zich altijd lopen drukken met de training natuurlijk. Dus, genau. Maar in ieder geval, nee hoor, hij deed het altijd fantastisch inderdaad. Hè. In die zin heb je sommige spelers, ja, daar kun je nog best wel een aanspraak op maken.
goed, ik zie mezelf niet meer 1, 2, 3 in het volleyballen. Het nationaal team dan, hè? Zoals Olaf van der Meulen, die zou op zichzelf nog wel, wel kunnen. Dat is nog een vrij een jonge bloem. Grand Forquet er net goed voor, een ace. Buitengeslagen dacht ik, nee. David Moerik, zonder hart, die serve. Dat viel ongelukkig voor Polen. Elkaar weer goed volgen zoals ja, we elke set gezien hebben tot 15-15, 16-16. Het zal blijkbaar deze keer niet anders zijn. Novak over of in het net? Over het net, maar buiten de lijnen. Slecht gemiddelde bij de surf vandaag. Mooi blok. Momea. En de Fransen twee puntjes los. Dus even gaan time-outen met de Polen of blijven we bij de Fransen? Ja, we verlaten Philippe Blanc. Voor Spagnoli zal wel gelijk hebben met wat hij vertelt. Tijd om te controleren of er nieuwe berichtjes binnen zijn. Jawel. Nog een vraag voor Jan van Bjorn Pijnenburg. Jan Postema nu als verslaggever aan het werk op dit EK. Het is dus iets anders dan als speler natuurlijk. Ja, ja. En ja, wie is jouw favoriet? Dat is een goede vraag van Bjorn Pijnenburg. Want dat heb ik jou nog niet gevraagd. Van wie denk je nu dat uiteindelijk Europees kampioen gaat worden, Jan? Nou, voor de EK is die vraag ook aan me gesteld. En om eerlijk te zijn had ik toen het antwoord van ik kende de ploegen niet. En dan is het helemaal moeilijk om natuurlijk daar een oordeel over te vellen. Ja, als ik eerlijk ben, blijft Joegoslavië toch wel heel erg in mijn gedachten steeds ronddwalen. Maar goed, het ligt eigenlijk nog helemaal open. Ik bedoel, een toernooi als dit, heb ik al eerder gezegd, daar moet je ingroeien. En voor hetzelfde dat een land als Nederland zich nog goed kan manifesteren en kan herstellen van de nederlaag van 3-2 tegen Bulgarije. En ja, dan kun je misschien nog een heel mooi toernooi krijgen, maar op zichzelf geef ik de meeste kans nu aan Joegoslavië. En Rusland op zichzelf zit ook wel aardig in de molen, vind ik. Is dat nu misschien een beetje typisch Nederlands, dat ze misschien die 3-2 nederlaag tegen Bulgarije nodig hadden om nu echt wakker te worden? Ja, het is misschien wel eens Nederlands inderdaad, ja. Het is niet altijd dat wij in het verleden ook altijd zonder moeite, zonder slag of stoot naar de finale rondes kwamen. Soms had je wel eens een keer een
iets nodig om tot grotere hoogte te stijgen. Een prikkel. Maar goed, ik hoop inderdaad dat het niet te laat is. Het kan op zichzelf nog steeds, op papier. En ja, het is gewoon, ik denk voor het Nederlands volleybal heel belangrijk dat ze hier gewoon goed gaan presteren. Ja, in de kranten toch, de verwachting was vrij hoog. Er werd gezegd van, ja, de voorbije tijd hebben we veel meer topwedstrijden verloren dan gewonnen. En dat moet nu maar eens opnieuw gaan gebeuren, maar het gebeurt voorlopig dus niet, toch niet op dit EK. Nee, dat is wel jammer, want de voorbereiding was ook goed, toernooi hè, in Italië en Frankrijk en goed gepresteerd. En ja, dat geeft de burger weer moed. En nu ze hier zijn, ja, hangt het weer een beetje aan een zijden draadje. En dat is wel jammer. Dus Bjorn Pijnenburg, een lichte voorkeur van Jan Postuma voor Joegoslavië als eindwinnaar van dit toernooi. En als opvolger van Italië. Wat betreft het Europese kampioenschap. En dan volgend jaar, Jan, hebben we weer een wereldkampioenschap in Argentinië dan. Nou, als we er dan maar zijn. Ja. Vamos a bailar un tango. Het is al mooi, ja. Heb je tegen mij? Nee, daar zoek ik dan wel een mooi meisje voor. Oké, oké, oké. Zo'n type Evita. Dan in de jongen van de versie zoals Madonna's heeft. Ja, ja, ja. Klap neergezet. Ja, ja, ja. Maar goed, daar teken ik voor ook. Dat mag zelfs zonder Evita zijn. Ze komen weer zo goed als langs zij. Dweiltjes en handdoekjes moeten meer en meer worden gebruikt nu. Loopt goed af voor de Fransen die plots een stuk voorzichtiger toch geworden zijn met de surf. Terug de dansjes. En Frankrijk van 10-12 naar een 13-12 voorsprong. We zijn opnieuw bij meneer Vaspagnali. Przemek za Marcina na zagrywkę. En ook zeer belangrijk voor Nederland dan de wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld in de andere groep. Tsjechië dat het daar opneemt tegen Slowakije, de vroegere Verenigde Landen. Duitsland wellicht zwaar gesteund door het publiek die wedstrijd wint, dan komt het op de voorlaatste speeldag over Nederland heen. En dan kan Nederland alleen maar hopen dat Tsjechië dan op die laatste speeldag, morgen tegen Rusland, geen stunt uithaalt. Maar goed, rekenen zullen we morgen wel doen. Een beetje
getelefoneerd, doorzichtig. De bal raakt net niet het dak van de hal. Dat was knap. Luc Marquet. Frans Grand Vorkin. Knap opslag van de 25-jarige Fransman. Weer een beetje meer leven op de tribune, want de ongeruste Poolse supporters waren een beetje stilgevallen. En gaan nu toch proberen om hun mensen te helpen. We zitten weer in de buurt van de 17. Ja. Dat heeft in het voorafgaande set vond daar de beslissing een beetje plaats. Prima blok. En het probleem bij Leca. Enkeltje. Kloppen voor de Fransen dat ze die niet moeten missen. Fraai werk in de verdediging, ervaren man. Okay. 34 is hij, Erik Leca een beetje een laadbloeier. In vergelijking met heel wat jongeren heeft hij nog niet zoveel wedstrijden afgewerkt met de nationale ploeg. Was laat bijgekomen. Bal buiten de lijnen geslagen. En zo blijft het weer allemaal wat meer in evenwicht. 16-15. En nu is de vraag, krijgen we een type tweede en derde set? Waar nu een van beide ploegen gaat afstand nemen? Of wordt het zoals in set 1? Spannend tot op het einde. Laplapwerk. Ja, volgens mij had hij zijn pootje ook al ingetaped. Ja, soms is het niks en soms kunnen we beter niet aankomen. Maar dat is mijn vakgebied niet. Hetzelfde staat hij morgen weer te ballen. Misschien straks wel. Ik ken ook spelers die hebben wel eens een toneelstukje opgevoerd. Zo van met drie man het veld aan het sjouwen en dan het idee van nou, die zien we het hele toernooi niet weer terug. En dan twee punten later weer terug gewisseld worden. Ja. De invloeden van de tegenstander heet dat dan. Ja, soms werkt het. In die time-outs worden er ook dikwijls zo voor de hand liggende dingen gezegd. Zoals nu bij de Fransen werd er over precisie gepraat. Vanaf nu moeten jullie precies spelen. Ja, ik dacht dat je altijd precies moet spelen. Want ja. Zoals jij zegt, Jan, de bal moet de grond raken. En dan vooral aan de overkant van het net. Ja, dan misschien dat hij dat wel zegt. In de zin van, het zit wel goed met jullie emotie en met jullie beleving.
probeer nu te concentreren op kleine dingen. Misschien om toch een boodschap mee te geven, zo van nou, hij maakt zich niet meer druk over hun beleving in de wedstrijden. In deze wedstrijd niet. Ook even wat geconcentreerd het einde van deze vierde en misschien laatste set meemaken. Dat weten we niet. We kunnen er ook nog een vijfde krijgen. Hoe dan ook, even bij de zaak blijven nu. En ook zeggen dat we er morgen terug zijn vanaf 6:00 met Frankrijk-Italië gevochten door Tsjechië, het gastland tegen Rusland. En bedankt voor de mensen die gereageerd hebben, voor jullie berichtjes. Sowieso daar thuis voor de buis in Nederland en Vlaanderen. Bedankt om te kijken. We weten dat jullie het leuk vinden dat er eindelijk wat volleybal op televisie is. En dat is dan ook dankzij jullie, want als deze sport een beetje kijkcijfers haalt, dan is de kans natuurlijk ook veel groter dat hij terugkeert op Eurosport. Dus vraag aan zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen, kennissen, familie om op Eurosport af te stemmen. En dan komt hier misschien wel een vervolg op dit toernooi. Zoals bijvoorbeeld dat WK voor de heren volgend jaar in Argentinië en misschien nog wel meer. Alvast dus dik bedankt voor het kijken vandaag en gisteren en de komende dagen. Een houdbare spike. Johan heeft natuurlijk ook zijn lengte mee. Jaroslav Stanchelevski, 2,06 meter. Van Monte, ja. En ze gaan het deze keer blijkbaar wel spannend houden tot op het einde van de set. Monte mag nu zelf voor de serve gaan. Dat is een heel zacht balletje. Belangrijke punten nu via Grand Vorka. En Jean Bertin is nu in de eindfase van deze set en misschien wel van de wedstrijd ook weer eens tussen de lijnen gehaald. Maar ja, wordt het weer zo'n zacht balletje 20-19 in het voordeel van de Fransen. Ja hoor. Tja, dat was een cadeautje. ...21-19... net voor een van de laatste time-outs hier. Fransen de beste uitgangspositie nu. 21-19, maar dat is natuurlijk nog lang niet op veilig, Jan. Nee. Zeker gezien de wedstrijd niet. Het is op soms heen en weer ...dat je... eigenlijk niet een idee hebt van hoe de wedstrijd nu echt verlopen is. De ene keer waren het de Fransen weer, dan de Polen weer. Ja, en op dit moment met de stand 21-19, ja, er kan nog van alles gebeuren. Ik heb het idee, de meeste breaks waren toch wel op de stand 17-17 zo'n beetje in de vorige sets. En nu gebeurt dat inderdaad niet. En nu gebeurt nee. Punt van David Moerik. Ze stellen het wat uit naar later. ...21-20 nog steeds in het voordeel van de Fransen. Zo, langzij. En afwachten nu de Fransen nu reageren, die in de tweede set er compleet onderdoor ging onder die druk.
Maar de druk wordt door de Polen zelf even weggenomen. Met name Jaroslav Stanchilewski. Ik ben nu eindelijk wat nerveuzer dan normaal. Goeie receptie, Moerek. Keihard. En die bal valt dan ja toch buiten de lijn. Ja, touché. Van de bal geremd door het blok. Dan de kans voor de Polen. Van hetzelfde Luiken en Broek. Jean Bertin. En de tip over. Die was niet echt correct. Beetje meeval dan met Frans. Frankrijk hier voor een wedstrijdbal gaan zorgen. 23-22 nu, Grand Vodka. Scherp over het net. Moerek op Grand Vodka. Niks aan te doen. 23-23. Bal kwam op de verkeerde hoogte voor de Franse verdediger. Die nu even het terrein af mag voor Renault RP. En dat is dan wel een van de meest ervaren jongens, hoewel we hem weinig aan het werk zien. Matige slag in Capé. En dan krijgen we nu een nieuwe setbal. Een mogelijke tweede setwinst voor de Polen bij 23-24. Krijgen we dan toch een vijfzetter? Ja. Ze moeten nu met Jean Bertin die andere spelverdeler spelen. En je ziet dat er toch een paar ballen zijn waar ze zich even moeten aanpassen. Lucidité, zegt Philippe Blain. Erbij blijven met de hersenen, concentreren op de verdediging. En voor de rest zien we het wel, maar nog eens herhalen wat hij daarnet al heeft gezegd. Ik wil geen twijfel zien. Loopt het verkeerd af, dan loopt het verkeerd af, maar niet twijfelen, ervoor gaan. Benieuwd, opslag met Moerek, setbal voor de Polen. Daar werd dus niet getwijfeld. Drie voor Dakin. Fabrice Brie, de man van Panathinaikos. Tja. Slechte wissel, moet je dan zeggen. Ja. Nieuwe setbal voor Polen. Ja, of hij nou zo verkeerd is of in de tribune, maakt niet uit. Het is twee keer niks. Novak met de surf. En dan de mooie smash. Toch moet je risico nemen en keuzes maken, hè? Dat soort momenten. En wat Philippe Lein ook zegt, niet twijfelen, niet angstig gaan spelen, want dan verlies je hem sowieso. Dus. Met zijn merkwaardige surf. Marquet in het blok blijven hangen. Ja, Novak heel sterk. Derde setbal voor de Polen.
25-26. Stelmach. Dat was merkwaardig. En via Blok buiten, het is 2-2. We krijgen een vijfde set. 25-27 werd het in de vierde set. En de Fransen krijgen het dus zeker niet cadeau van de Polen. Nieuwsgierig voor eigen publiek. En we gaan dus met u door. Deze keer naar 15 punten. Vijfde en beslissende set. We hebben nog even kunnen terugblikken hier op die merkwaardige slow motion en die merkwaardige combinatie daar vooral in het midden tussen Jean Bertin en Montméa. Niet echt een gelukkige beslissing daar. Nee. Nee, het is wat dat betreft, het zit op zo'n eind van zo'n set en worden er toch dingen gedaan. Ik zei ook al, Jean Bertin die werd er halverwege de set. Moest hij erin, hè, vanwege die blessure. En dan is het toch even wennen voor een aantal spelers. Je bent dan net wat ingespeeld op de andere spelverdeler. Die geeft ze net wat hoger. En Jean Bertin net weer iets sneller, wat lager. En dan, dan is het moeilijk. Dan moet je toch eigenlijk proberen eerst wat op safe te spelen. En niet te veel gekke dingen proberen. Dus we hebben er net wat voorbarig afscheid genomen. Blijft vrolijk, Luc Marquet. On se fait pas tirer par une fixe. On attend la croix derrière ou la pipe éventuellement un bout de filet. Ok? Celui qui a la peur n'a pas réussi à museler, c'est le numéro 6 là. Ah, il faut qu'on arrive à le prendre. Allez. Ja, Blok moet zich concentreren op David Mourek. En dat is inderdaad de man die het hoogst opveert en het gevaarlijkste, de meeste punten heeft gescoord al in deze wedstrijd voor de Polen. Daarnet is voorbarig afscheid genomen al van u. Want we krijgen dus inderdaad een vijfzetter. Eerste live wedstrijd deze week voor ons. En meteen moeten we aan overuren beginnen. Dus mensen mogen net doen zoals Tom Klaas, Jean-Pierre Stales, Erwin van Nooyen, Michiel van den Oever en Bjorn Pijnenburg. We hebben nog even de tijd nu om te kletsen als jullie dat willen. www.eurosport.com. Aan de linkerkant van de pagina een beetje naar onder gaan onder de rubriek Interactivity. Tik je Eurosport Club aan op de nieuwe pagina. Derde blokje gaat over volleybal. Daar tik je Send Message Now. Dan een berichtje, een commentaartje of een vraag, wat dan ook. Tik je maar in, verzenden en dan komt het hier bij ons in de commentaarkabine op het scherm terecht. En dan kunnen we het er met jullie even over hebben. www.eurosport.com onder de rubriek Interactivity Eurosport Club. Op de volgende pagina onder volleybal een berichtje versturen. Tot straks misschien. Via het computerscherm dan toch. Bij dit soort wedstrijden, Jan Postuma, kan je dan toch moeilijk gaan uitmaken van wie nu verdient om deze match te winnen. Ja. Je moet natuurlijk in deze vijfde set een ploeg hebben die het echt veel beter gaat doen. Ja, maar als je de wedstrijd zo bekijkt, dan heb je daar inderdaad slecht een idee over, hoor. Het is spannend om naar te kijken. Je merkt het ook aan het publiek. Het valt weer even dood en dan leeft het weer helemaal op. Zo is het met beide ploegen ook een beetje gegaan. En dat op zichzelf houdt het dan spannend natuurlijk. Het is... Dat is echt Terminator-achtig dit. Vernietigend uitgehaald door Piotr Gruszka.
En Marquet verliest er even zijn vrolijkheid bij. En het Poolse publiek gelooft er nu plots weer veel meer in. Ja, ze wisten dat ze hem in de gaten moesten houden. David Murek. De coach zegt dat dan wel, een speler weet je dat ook, maar wat doe je eraan? Ja. Ja, je kan zeggen van... Hij scoort veel en ja, hij is bijna niet te pakken. Je moet natuurlijk wel dingen veranderen om hem wel te pakken. Maar je moet je ook niet blind staren altijd op één speler. Bulgarije draaide vroeger eigenlijk maar op één man. Maar die Ganev, dat was gewoon een fantastische aanvaller. En als die het op de heupen had, dan sloeg hij in zijn eentje een hele set bij elkaar. Maar als je blind staat op één man, dan vergeet je de rest. En daar is voor jou misschien de winst te halen. Als we het nu nog even over het blok hebben, Jan, op dit niveau. Hoeveel procent maakt het geluk dan nog uit? Van waar die bal dan terecht komt op het blok? Hoe bedoel je waar je moet blokken? Nee, ik bedoel, hoe groot is de factor geluk dan nog? Van of die bal er nu wel of niet doorheen komt. Nou, eigenlijk is blokken gewoon proberen om een zone af te schermen. En dan hoef je hem niet zozeer te pakken, maar je moet het de aanvaller heel moeilijk maken door een zone af te schermen. Zo van dan moet de aanvaller of kappen draaien of gekke dingen uithalen, zodat hij niet in zijn ideale slagrichting kan slaan. En dat is zeg maar verdedigend blokken. Je kan ook aanvallend blokken. Dan heb je je handen eigenlijk, als het goed is, zo ver mogelijk over het net. Waarmee je de zone eigenlijk nog meer vergroot. Maar je probeert eigenlijk, wat ik ook al eerder zei, door goed te blokken. En een goede afspraak met je veldverdediging achterin. Het de speler moeilijk te maken. Niet zijn ideale slagrichting te laten slaan. Ik zal mijn vraag nog iets beter preciseren dan. Vanuit het standpunt van de leek gesproken. Als je een bal kan afblokken. Sowieso, als hij niet door het blok heen komt. Valt hij binnen of buiten de lijnen. Ja. Ik bedoel, hoe groot is daar de factor geluk? Want aan de snelheid dat die ballen worden geslagen. Ja. Hoe kan je dan als blokker nog richten? Nou precies, ja, je moet van tevoren inderdaad toch. Je moet altijd met je handen toch naar het veld toe wijzen. Dus blokkeer je rechts op het veld. Dan moet je naar het veld toewijzen, dus naar links toewijzen. En ja, dat is dan en met je armen zo ver mogelijk over het net proberen te reiken. Dat is het aanvallende blok. Dus als je hem hard in je handen krijgt of op je onderarmen, dat hij dan terug in het veld kaatst. Vroeger ooit eens een keer een coach gehad die was achter de 3-meterlijn, ja, of ervoor dus. Die wou dus dat wij de ballen op de achterlijn blokkeren. Maar goed, dat zijn van die onmogelijke vragen. Die man die had ook niet zoveel verstand van volleybal trouwens hoor. Maar dat zijn van die dingen die, dat is bijna niet te doen. Je kan alleen maar door een hoek te maken met je armen. En naar het veld toe. Ja goed, we zullen het zelf eens moeten proberen. Ja, we gaan eens trainen met z'n tweeën. Dat is prima, in Argentinië dan volgend jaar. KP bracht Frankrijk terug in de set. En voorlopig één puntje achter, 7-8.
zit in principe half weg van deze vijfde, laatste en dus natuurlijk ook beslissende set. Zullen we nog één keer kijken of er inmiddels nieuwe vraagjes bij zijn? Jawel. Nog even meekijken hier en via Poolse blok buiten en Frankrijk komt op 8-8. Is een vraagje voor Jan van Barry Hendricks. Hey Jan, vind je ook niet dat veel spelers eigenlijk alleen maar een sprongservice doen om de sprongservice? De service om de service. Een goed geslagen floater is toch moeilijker dan een standaard topspin sprongservice? Met vriendelijke groeten van Barry Hendricks. Ja. Heeft hij gelijk? Nou, dat weet ik niet. Ik vind eigenlijk, ik heb persoonlijk zelf nooit een sprongsurf gedaan omdat ik het eigenlijk niet zo goed kon. Dus ik had het meeste rendement met mijn floatsurf. En dan kan je heel veel energie stoppen in het feit dat een sprongsurf, als hij goed wordt uitgevoerd, heel moeilijk is. Maar ik heb dat nooit gedaan. En ja, ieder voor zich moet dat voor zichzelf uitzoeken. Het is nooit verkeerd om alles te proberen. Je hebt de sprongsurf, je hebt de floatersurf, je hebt de sprongfloater. En toch dan wel een mooi uitgevoerde sprongsurf van Swiderski. Ja. Het rendement is het belangrijke. Belangrijkste in dit verhaal. Je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je weinig fouten maakt en veel scoort. Het meest simpele. En de ene wedstrijd lukt dat meer dan de andere wedstrijd. Maar je moet eigenlijk proberen toch wel vastigheid te zoeken. En daarom wordt er ook zoveel getraind. En de surf is soms nog wel eens een ondergeschoven kindje hoor. Maar ieder voor zich. Je moet dat toch zelf een beetje ervaren. Ik denk dat net de vraag van Barry Hendricks samenvat. Dat hij zegt van zou het rendement niet hoger zijn als ze niet per se allemaal die sprongopslag zouden willen uitvoeren. Sommigen zouden dat misschien beter niet doen en een hoger rendement halen. Ja. Ja, dus de sprongservice is niet per definitie. Op zichzelf is een sprongsurf niet eens echt moeilijk te stoppen. Als je goed achter de bal zit en hij gaat wel heel snel. Maar de risicofactor hierin is natuurlijk ook heel groot. En ik heb het al eerder gezegd. Je moet eigenlijk ten opzichte van 10 moeilijke sprongsurfs. Moeten er toch, als je heel veel risico neemt, toch wel minstens 3-4 aces staan. En dat moet je eigenlijk niet uit het oog verliezen. Ja, tip over het blok. En 11-9 nu. Bedankt voor je vraag en om te reageren, Barry Hendricks. We gaan het hierbij laten voor vandaag wat betreft de vraagjes, want we gaan naar het einde van de wedstrijd toe. Jullie toch even meevolgen wat hier gebeurt. Want als de Fransen deze laatste set niet winnen en bijgevolg de wedstrijd verliezen, dan kunnen zij een medailleplaats nu al vergeten. Er is nog hoop. 10-11. Brieg komt er opnieuw in. BR Lange Ei geschreven, dus niks te maken met de formaten Franse kaars. Ja, tweede keer op rij. Vorige set ook op het einde ingebracht. En als dat geen teken aan de wand is, want die vorige set werd verloren door de Fransen. Cherbanyuk, die hebben vandaag ook nog niet veel aan het werk gezien. Het blok wordt hier even ingewisseld, dus de surf moet eigenlijk weer goed. De halve ploeg van Mozorstal staat nu op het terrein en dat komt misschien wel de coherentie te goede bij de Polen.
beetje risico bij van Vincent Momia. Dat loopt goed af. En hoe moeten de Fransen blijven scoren. Ik blijf er toch niks van snappen, Jan, van dat opslagspel van Jean Bertin. Nee, ja, hij is niet echt moeilijk inderdaad. Dat is gevaarlijk voor de Fransen zelf, vind ik. Ja. En dit moeten ze nu toch wel gaan afmaken. En met een beetje meeval lukt dat. 12-13. En dan moeten ze nu voor één keer die surf proberen behouden. Ja, met die vraag van net, misschien is Jean Bertin gewoon zeker met die sprong floater. Misschien voelt hij zichzelf daarbij thuis en heeft hij niks met een sprongsurf en ook niks met een gewone floater. Dus dat zijn manieren om zo min mogelijk fouten te maken. Maar hij is niet gevaarlijk. En nu is het wedstrijdbal voor de Polen. Twee krijgen ze er meteen. Ja, en het is gebeurd. Frankrijk verliest de partij. En ja, dat maakt het toernooi helaas voor ons een beetje minder interessant. Want die wedstrijd die morgen zo belangrijk was tussen Italië en Frankrijk heeft plotseling nauwelijks nog belang. En Polen, ja, nadat ze drie partijen goed hadden gespeeld, maar ze wel alle drie verloren, winnen ze nu een wedstrijdje. En ja, het enige voordeel voor hen, want zij zijn al uitgeschakeld, is dat ze niet zonder nederlaag naar huis moeten. Maar dat is het dan ook. Ja, het was een interessante en een spannende wedstrijd. En we hebben leuk met elkaar kunnen babbelen, Jan, en ook met onze kijkers. Het is wel een leuk systeem. Jammer dat het zo gelopen is, niet voor de wedstrijd, maar wel een beetje voor het toernooi, voor wat nog mogelijk had kunnen gebeuren. De wedstrijd is nu morgen plots een stuk minder belangrijk en morgen zijn we er opnieuw, dus toch met Frankrijk tegen Italië. Vanaf 6 uur en om 7:30 gaan we dan naar de Tsjechische Republiek, het gastland, het thuisland tegen Rusland. En vrijdag ziet u dan het beste van de afgelopen week. Jan Postema en Erik van Oorik danken u en graag tot morgen om 6 uur. Tot dan. En de vraag is of Italië zich nu inderdaad kan gaan doorzetten.